Goedemiddag, of avond, of ochtend. Het is nu middag in ieder geval. En ik ben hier vandaag met Blondie. Hé Blondie? Nee! En ik heb alvast een paar nieuwe spulletjes voor Blondie gekocht. Ik heb hier zee. Ik heb hier Loggelandspray. Ik heb mijn hoorn. En ik heb een manenborstel, omdat haar manen natuurlijk heel erg belangrijk zijn. En Hallo! Even serieus? Blondie was me voor met zeggen, leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Doe alvast een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal. En veel plezier met kijken. Hé, Blondietje? Ik was net op Blondie gestapt. Ik ben er niet afgevallen, maar... ze vond de zijkant, vond ze best eng en ze durfde inderdaad niet meer de bak uit. Dus was ik afgestapt voor allebei onze veiligheid. Ben ik hier een paar keer achter het hek ben ik langs gelopen en ben ik hier ook aan de zijkant langs gelopen. En heb ik gewacht totdat mijn moeder was, dat zij dan op me kon letten en als ik eraf viel. Of val, dan zorg zij wel goed voor me. Dan zorg ik goed voor haar. Ik weet niet precies wat ik dan ga doen. Volgens mij ligt ze er gewoon naast. Maar het probleem, ik zal het even laten zien, is hier het hekje. En wat ze gedaan hebben, ik weet ook niet waarom ze dat gedaan hebben, dat is weer nieuw. Maar ze hebben een soort bak gemaakt van... Over de manegeles misschien wel. Daar is ze overheen gestapt. Van de latten hier beneden. Van de latten van de dressuur. Ik denk dat dat het spannende is. Oeh, spannend. Nee. Oh, wat dan? Ja, moet ik zo doen, dan lopen ze eroverheen. Waar is ze dan bang voor? De sprong, de prullenbak. Nou, is het zo'n dag? Het is zo'n dag. Nou. Okay. Nou, we gaan het zien, jongens. Ik moet mee. Oeh ja, dat is wel heel eng. Dat snap ik wel. Kom maar, Ron. Laten wij zien hoe vreselijk eng het is. Die kant op. Kom. Zo. Oh, Ron zegt ook van nou, weet je, ik vind die hindernissen niet zo tof. Kom maar. Ja. Terwijl je heel ver van de hindernissen, want die zijn echt heel spannend. Ja, Blondie, die komt niet, Ron. Nee, zegt ze. Ik ga het niet doen, zegt ze. Nee. Nee, ik wil niet. Ik wil niet, Tessa. Ik vind het een beetje eng. Het is te spannend, Tessa. Ik durf het niet. Dat dus. Blonen, 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 blonen. Blonen, 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 blonen. Blonen, even, blonen, even, blonen. Ah, het is gelukt. Oh, de vloer is lava. Kijk uit. Oké, we gaan nu even rijden, denk ik. In plaats van over de boogjes, tussen de boogjes. Ja, ze gaat dan een working equitation doen. Blondie zegt, wat is dit nou? Ah, een knappe pony. Knappe dam. Oké. Okay. Oh, ze gaat nog een keer. Sorry jongens. Nou, vanaf de andere kant. Zit er een daas op je schat? Nee, ik ben vroom. Nou, dat is toch een knappe pony, jongens. Dus ik vind het wel jammer dat ze niet mocht springen. Tja. Blondie? Nee. Blondie probeert de spons op te eten. Goed onder de halster. En de oren. Niet in de oren. Oh, kijk, hij is een lekker weg. Oh. Rome moet nog even wachten op Tess. Ik kan nog even duren. Zo gaat het. Nou ja. Ik heb tenminste. Ik heb een pony daarvan moeten. De hoeven down worden. Haar wondje. En haar hoofd,
Hoe is het met haar wondje? Ja, ga even kijken toch? Even mijn lampje erbij pakken. Vooral heel vies. Ja, schoonmaken. Ja, we hebben een beetje niet. Het is vandaag woensdag. Oh, hier, ja. Dat weet ik, want ik zei vandaag tegen Fabienne dat het dinsdag was. Woensdag dus. De dierenarts komt zo, want Blondie heeft natuurlijk een wondje bij de... Hak heet het, niet elleboog, hak. Bij de hak. Hier. En het is niet beter of slechter, nou juist wel slechter uit de familie. Dus we hebben de dierenarts maar ingeschakeld en die komt zo om het... te lijmen. Gelukkig niet een naald en draad, want dan was ik aan de andere kant van de lezer geweest. Dus ja, komt de dierenarts zo. De dierenarts zei dat ze het niet meer konden lijmen of hechten tot daar te laat voor was. Want dat moet je binnen 12 uur doen. En ze heeft het al een weekie, dus dat kon niet meer gehecht of gelijmd worden. Dus we hebben honingzalf nu voor jouw wondje. Ja, we hebben honingzalf. Ja, we hebben honingzalf. We mogen wel nog rijden, alleen we mogen alleen maar stappen. We mogen niet draven of galopperen. Nee, nee, auw. Dus om haar bezig te houden, ga ik nu vrijstation met haar doen. Kom op, Blondie. Ik heb je net gepoetst, dus alsjeblieft niet gaan rollen. Kom maar. Ze doet het mij achtervolgen, doet ze heel goed en zij kan nu tada, maar dan op haar eigen manier. Toen moet ze mij aanraken met mijn buik. Dat kan zo. Ik ga nu kijken of ze ook een stukje van de buiging kan. Dus buiging zo tussen haar benen. Ik kan dat niet, maar hun hebben natuurlijk een hele lange nek. Kom maar, schatje. Alleen op dit moment denken ze snoepies. Thanks.
is het hoogzomer. Tess is even Blondie aan het afspoelen. Ik vind het maar warm, maar ik ga gewoon even poetsen en gaan rijden. En hopelijk is Tess dan klaar met Blondie. En dan gaan we rijden. Nog even een updateje. We hadden namelijk, om te kijken, zaterdag, zondag en maandag niet gefilmd. Dat heeft er vooral mee te maken dat de video online kwam van de pony, nieuwe pony van Tessa, dus Blondie. En dat kostte gewoon heel veel tijd om dat te doen. En toen moesten er nog een aantal dingen af voor aankomende week. We hebben namelijk, voor jullie is dat dan al geweest, maar er moesten een aantal medische video's, nou ja, niet medisch, maar video's over de keuring gemaakt worden. En dan moet het allemaal wel kloppen. Je kan natuurlijk geen onzin uitkramen. En de dierenarts vertelt natuurlijk van alles, maar wij wilden dat verduidelijken. Dus het was een hoop Google-werk. Dus het hele weekend gewerkt. Heb je wel eens. En daardoor niet gefilmd. Tess is wel op de manege geweest, maar had de camera niet mee. Omdat de vorige keer dat zij de camera mee had, een aantal keren, dan is ze daar toch nog niet voorzichtig genoeg mee. Met als gevolg dat de camera gemaakt moet worden. En dat is vrij prijzig, kan ik je vertellen. Dus dat doen we liever niet. Nou. Ik ga nu rijden. Tess zal zo met bel komen. Maar dan weten jullie waarom jullie een paar dagjes missen. Naar ons belletje. En Tessa. Natuurlijk ook. Volgens mij moet er iemand het land op. Over een half uur. Zo, ik ben een beetje oververhit. Want ik ging van school heel snel naar huis. Heb me omgekleed. En we zijn nu zonder de boer nog. We gaan zo met de boeren ontroeren. Ja. Ben ik dus uit school gereisd om naar huis toe te gaan. Want ik heb vandaag les. Blondie die kan natuurlijk niet rijden. Nou, die kan wel rijden, alleen stappen. Dus ik ga vandaag even met Bel. En dat is eigenlijk ook best goed voor ons. En dan heb ik mijn Belles. En dan de volgende keer wel met Blondie. Maar ja, super zin in. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Het is weer een keer op ander terrein. Oh, en trouwens, het is vandaag. Ik heb dressuurles bij de Arco. Ik weet niet of je erbij mag. Het zit op de longeerring. Precies. Ik heb les gehad en het ging best wel goed. En we zijn nu met Blondie bezig om op de trainer te krijgen. Nou ja, we waren nog niet bezig, maar ik moest snoepjes pakken. Daarvoor moest ik de trainer in. Liep ze zo met me mee. Dus we gaan er nu achteruit proberen te krijgen zonder dat je omkeert. Ja, ja. Thank you.
was niet zo netjes. Dan doen we nog maar een keertje opnieuw. Deze keer naar de andere kant van de. Ook goed. Nee. Ga er maar iets korter bij je. Nee, wachten, wachten. Nee. Gewoon wachten, wachten. Juist. Gewoon wachten. Geduld. Gewoon geduld, juist. Rustig. Geef niet. Ik vind het fijn dat je een YouTube pony bent hoor, maar goed zo, ja. Nou, nu stapje voor stapje eruit. Ik ga even aan de andere kant staan, moment. En niet weer zo snel. Juist. Juist, dat is beter. Wachten. Juist, heel goed. Wachten. Juist. Veel beter. Ja. Dit is keurig. Goed zo. Heel netjes. En wat trots kijken. Jee, je bent een knappe kindje. Zijn ik dan alleen maar snoepjes. Ah, goed zo, ja. Goed zo, kom maar. Ja, maar nu doen ze het alleen maar om de snoepjes. Maar dat geeft niet. Ik heb ook een mooie snoepjes zo geschat. Volgens mij heeft ze niet zoveel moeite mee zolang ze maar snoepjes krijgt. Alles werkt met snoepjes, hè? Gewoon nog één keer. Het is vandaag 19 juli op vrijdag. Dat betekent dat ik officieel vakantie heb. Yay! Ik ben super blij, want ik hoef niet meer naar school toe. En ik heb nu wat meer tijd voor de paardjes. Vandaag ga ik prijsgestuur doen met Bel, omdat het heel heet is. Blondie gaat zo lekker op de wei met Veroon. Dus ja, dat is de planning voor het stukje van de dag. Dus zie ik jullie op de manege. Zo, Veroon mag Blondie vandaag gezelschap houden op de wei. In de upje vindt ze er niet zoveel aan. Ja, het is warm. Vandaag gaan we niet rijden. Gisteren heeft Elisa op de gereden, want toen was ik met Tess mee naar de Arkenhoeve. En je hebt maar zoveel uren in een dag. Maar ze is gisteren dus gewoon gelijk gereden, dinsdag woensdag gereden. Dus vandaag heeft ze een extra dagje vrij. Dat is ze wel vaker op donderdag. Maar nu dus op vrijdag voor een keer. Ja, komt eigenlijk een beetje door de leeftijd. En gewoon omdat ze wat ouder wordt. Hey, hey, paard. Gewoon omdat ze wat ouder wordt. En dan merk ik dat ze het gewoon beter doet. En een extra dagje vrij. Ik moet wel bewegen natuurlijk. Want anders dan krijgt ze weer pijn in de buik. Nou, ik laat even kijken naar... Dit is O'Neill. En O'Neill heeft een mening. Die was aan het hinneken. Had hij nog wat zeggen? Hij heeft last van de vliegjes. Oh. Ja, dat is wel een nadeel. Als het zo warm is. We hebben Bo. Dat is andere veulen. Is de vliegen. Daar word ik wel zelf ook niet helemaal heel veel van. Gelukkig hebben we vliegenrekens en vliegenspray. Dus daarmee proberen we het allemaal onder controle te houden. Zodra ze echt last krijgen, gaan de vliegenrekens gewoon op. Ja, we hebben natuurlijk gewoon de bukken vliegenrekens. Dus die kunnen op als het nog erger wordt. En daar is de blonde pony. Dus met de wondje. Oh, wacht maar. Kijk ik even. Ja. Ik denk het. Waarom are you free? Nee, dat is niet. Hek is meestal handig dicht te doen als paarden op de wei staan. Hij liet het hek open. Ja, dan komt Blondie erin. Het
Het heeft geen witte en geen roze meer. Het is nu rood. Ik weet niet of het beter is. Nou, wit en rood maakt samen roze. Dus nu is het weer anders geworden. Ik ben water aan het bijvullen. Ik denk dat Verona niet zo goed weet wat ze ermee moet. Wat troep er dus. Zo, je moet wel voorzichtig zijn, vrouw. Voelt u wel gelijk bij wat ze opdrinkt. Blondie komt ook even kijken. Een beetje gek, zegt Vroon. We hebben een daas weggejagen, denk ik. Wat een vliegen, jongens. Echt. Tijd voor de vliegendekens. Dit warm, Bel. Het is ook warm. File. De vogel schiet de test. Dus file. Zo, Bel afgespoten. En... dan heb ik al een vermoeden wat ze gaat doen. Want Bella gaat natuurlijk gewoon rollen dan, hè? Alleen het duurt een beetje lang vandaag. Ga maar gewoon. Ja. En dan is ze vies. Want het is een hele droge grond. En dan is Bel ineens super vies. Nou ja, ik ga even snoepjes pakken. En pak ik even naar de wc. Want ik ga vrijheidszuur doen met Bel.
ik ga Bel heel eventjes pauze geven, omdat ze dan ook nog heel eventjes tot zichzelf kan komen. Niet dat ik de hele tijd bij haar zit. Dus ja, nu staat ze eventjes los. Oké, jullie weten natuurlijk dat Bel verkocht gaat worden. Nou, Bel gaat dus binnenkort weg waarschijnlijk. Als het goedgekeurd is. En mij op school hebben we nu vakantie dus. En toen zeiden ze van, oh het is wel heel dichtbij, van je gaat elkaar daar een beetje afscheid van nemen. Dus je gaat alvast daar aan beginnen. En ik merk nu met Bel, nu ik haar niet zo lang meer heb, dat ik veel andere dingen doe dan dat ik een half jaar geleden of een jaar geleden deed met haar. Want ik kon een jaar geleden veel beter met haar overweg dan nu. Want ik kan haar passen nu niet meer echt volgen als ik op Bel zit. Want als je te groot bent voor een pony, dan is bijvoorbeeld lichtrijden erg lastig. Klinkt heel raar of niet waar, maar het is echt zo. Ik vind het nu heel lastig om op Bel te rijden. Dat ze natuurlijk weggaat. En dan zegt mijn moeder ook nog van, ja, je moet serieus met haar gaan rijden. En dan denk ik van, daar heb ik helemaal geen zin in, want Bel gaat binnenkort weg. Dat is zo lastig om te beseffen eigenlijk. Dat ze weggaat. Want ze heeft nu dus een koper. En die komt er over een tijdje, een weekje. Komt die dan een weekje bij Bel kijken. En gaat dan ook op rijden, poetsen en meedoen. En dan moet ik haar los gaan laten. Ik heb nog loslaten. Vond ik altijd wel heel erg. Maar ik sta nu wel echt op het punt van, ik vind loslaten zo vervelend. Maar ook wel weer goed. Dus ik vind, het is een heel lief iemand. Dus ik kan er beter mee omgaan. Maar ja. Loslaten is zo lastig. Al helemaal van zo'n enorm geweldige pony. Ik had eigenlijk, toen ik haar kreeg, nooit verwacht dat ik haar ooit weg zou moeten doen. Ik had er niet over nagedacht. En niet bij stilgestaan. En nu ik Blondie heb, sta ik daar wat meer bij stil. Van, ze is over 7 jaar. Waarschijnlijk moet ze ook echt weg. En met Blondie heb ik waarschijnlijk een hechtige band op dat moment. Want ook Bel nu bijna 2 jaar heb. En Blondie kan ik 7 jaar houden. Dus tot mijn 18e. Als ik niet een enorme goede beurt krijg. En dan zijn we nog hechter. En dan is het ook weer heel lastig om los te laten. Maar nu gaat het even om Bel. Het is lastig om zo'n pony los te laten. Al helemaal omdat zij echt heel veel kan. Wat met dressuur gaat met Blondie wat minder dan met Bel. Want met Bel kan ik al veel en veel en veel meer. Maar dat is ook logisch na 2 jaar. En Blondie kan dan weer bijvoorbeeld heel goed springen. Maar ik ga het springen met Bel wel echt heel erg missen. Van lekker hard gaan, dan eroverheen. En dan heel veel mensen die denken dan van, je Blondie niet toch? Maar Blondie is geen vervanging voor Bel. Blondie is mijn nieuwe pony om, net zoals met Sterre en Bella,
Nee, Bel is geen vervanging voor Sterren. Nee, Blondie is geen vervanging voor Bella. Er bestaan gewoon geen vervangingen, behalve een tweelingzus of zo. Want met Sterren hebben we ook nog heel eventjes gekeken naar haar zus, maar dat hebben we uiteindelijk toch niet gedaan. Nou, om het verhaal even kort te maken. Bel gaat binnenkort weg. Ik heb er moeite mee. Maar ook weer niet. Het is gewoon lastig. Want ik maak me wel buitenritjes, zoals je met niemand anders maakt. En ik doe dingen met Bel. Die je met niemand anders kan doen. Hè, Bel? En dus ook nog wel een paar dingen opnoemen die ik alleen met Bel kan doen. En niet met een andere pony. Nou, dat het niet hetzelfde gevoel geeft als ik hard galoppeer door de bak met Bel. Ik voelde dat een half jaar geleden. Of een jaar geleden, alsof ik droomde. Dat is met Blondie ook zo. En met Sterren ook. Maar dan een andere droom. En als jullie ooit een eigen pony krijgen natuurlijk, of hem ooit weg moet doen, dan zou ik er eerst over nadenken hoe groot je hem wilt. Een voorbeeld, je bent 4 en je neemt, of 7, dus ja 7, en je neemt een Shetlander. En die moet dan natuurlijk, die moet natuurlijk ook weer weg. Omdat je dan gewoon te groot wordt. En dan moet je over nadenken van, kan ik dat wel aan? Want ik heb gezegd, ja, ik kan het aan. Maar, ja. Mijn Sterren die ging plotseling weg. Bel gaat niet plotseling weg, maar het voelt voor mij nog wel echt als plotseling. Want ineens komt het dichterbij. Ineens is het bijna zover dat het meisje komt. Het is lastig. Ja. Ja, nou, dat was een stukje over hoe het nu is. De situatie nu is. Want we hebben Blondie gekocht. En eigenlijk zitten we een klein beetje in geldnood ook. Tot. Kijk, oké, moet je je voorstellen. Een paard is duur. En dan 2 paarden, duur. Nou, 3 paarden al helemaal. Dus we zijn thuis nu heel hard bezig om harder te werken. Dat we alle 3 de paarden kunnen laten staan. Maar dus eigenlijk zou het ook wel een klein beetje fijn zijn als Bel weggaat. Maar natuurlijk, 1% is het fijn en 99% is het niet fijn. Nou, Bel. Jij gaat bijna weg. Nou ja. Ze wordt, laat ik gewoon, het is nu het begin van vakantie en ze wordt over een paar dagen gekeurd. Niet heel veel zin in, maar ja, het moet. Maar het is ook wel weer grappig om te zien. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het is gegaan, want toen we Bel gingen keuren en nu. Heeft ze verandering gehad? Want ik weet wel dat ze gespierder is geworden en wat voller. En meer maan en meer witte vlekken.
En dan ben ik echt heel erg benieuwd of ze dan andere dingen heeft dan eerst. Van bijvoorbeeld of ze nu haar been is veranderd of... want ze is dan ook nog nooit kreupel geweest. Ze heeft dat gewoon heel goed gedaan. Dus ik ben echt heel erg benieuwd of ze iets kunnen zien. Of niet. Nou ja. Zie ik jullie... oh nee. Het is vandaag natuurlijk vrijdag. Ja, nou, oké. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je deze dag leuk vond. Oh nee, deze week leuk vond. Ja, deze week leuk vond. En deze week heb ik volgens mij niet heel veel gedaan. Maar ook weer wel. Ik weet niet. Oké, dit moet er even uit. Zo. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op ons kanaal als je toch bezig bent. Klik op belletje. Vind belletje heel fijn. En dan zie ik jullie morgen weer bij de zondagvideo. Doei! En nu uit.